Dat is dus gewoon zoals iemand op acryl, met acryl op doek gaat werken. Ga ik met speciale zijdenverf op zijde gaan schilderen. En in plaats van een doek heb ik een raam met zijde opgespannen en ik kan aan de slag. Ik zie heel weinig figuren in jouw schilderijen. Voor mij is dat absoluut niet nodig. Voor mij gaat het om emotie, gevoelens. En dan neem je de kleuren die op die moment bij jou passen. En dat ga je spontaan gaan doen. En dan ga ik mee aan de slag. Ik heb een paar figuren, maar dan gaat het over mezelf. Dus ook een thema, acceptatie van mezelf. Waardoor ik dan wel figuren heb geschilderd, maar heel beperkt. Voor de rest ga ik gewoon aan de slag. Wat komt, komt. Daarmee kan ik ook zeggen van. Iedereen, mensen, ik kan niet tekenen. In beurzen zeggen ze, ik kan niet tekenen. Ik zeg, ik ook niet. Dus, maar kijk, dit heb ik toch allemaal gemaakt. Dus als je een paar technieken, ga je gewoon met kleuren en vormen aan de, aan de slag, die je dan op die moment wilt neerzetten. Het is eigenlijk een beetje helend. Ja, voor mij zeker en vast. Dus ik ben begonnen met schilderen op een moeilijk moment. En dat heeft mij... Na drie, vier schilderijen over het moment zelf, kon ik aan schilderij vier zeggen, ik ben klaar, ik heb het verwerkt. Er blijven de tekens, het blijft een stukje van je leven, maar het is, de drama is weg. En dat voelt goed. Het zijn emoties op doek. Ja, ik ja, kan het niet beter zeggen. Ja, dat zo is het. En je bent ook lid bij een vereniging. Ja, dat is Gabotai. En dat is voor mij een goede stap in de, rege, in de goede richting geweest. Ik was wel opgestart met een ouder koppel, fantastische mensen in Bonnijden. Toen kwam ik naar Berchem en toen ontdekte ik ook gelijk Gabotai. En daar stond ze een stuk verder. Dus met eigen persoonlijke ontdekkingen daar binnenkomen, was een wisselwerking van mensen waarin een goede sfeer geerst waar mijn manier van schilderen past in die vereniging. Dus ik kon alleen maar blij zijn. Vroeger in school had jij de beste punten op tekenen? Oh ja, zeker niet. Um, toen werden ze afgeroepen nadat ik dus uiterst mijn best gedaan en ik dacht nu krijg ik toch iets meer als anders. En toen werden de namen opgeroepen, prenten werden getoond, tekeningen, iets geschilderd. En toen kwam de naam Moerman en dan lieten ze gewoon mijn tekening in de prullenbak, 0, 1, 2, 3. En dat was het. Maar daar lig je nu niet meer wakker van. Helemaal niet. Ik ben de gelukkigste mens dat kan schilderen en tekenen. Dus dat is de ontdekking van mijn leven geweest, 40, 45 jaar terug. Maar ik zou moeten stoppen. Iedereen zegt: Je hebt genoeg gedaan, stop, het is te veel. Ik kan niet, want de emoties blijven er ook. Dus.